In deze video wil ik voordoen wat het idee is als je gaat HKJ'en. Hoe kun je? Bijvoorbeeld, hoe kun je, stel ik ben een pen aan het ontwerpen, hoe kun je het schakelen bedienen? Hoe kun je schakelen bedienen? Zo'n hoe kun je, zo'n deelfunctie heeft altijd een werkwoord en een leidend voorwerp. Vaak is dat een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, hoe kun je een bandje vastmaken? Of iets algemener, hoe kun je een horloge op de pols bevestigen? Dus nooit zoiets als bevestiging of veiligheid. Probeer specifieker te zijn. Zoals in het kleine handleidingje staat, je zet een wekker, je gaat aan de slag. Je probeert in korte tijd ideetjes te schetsen. En wees niet bang om gewoon suffe ideetjes te schetsen. Dus bijvoorbeeld, hoe kun je schakelen bedienen van zo'n pen? Nou, teken eerst maar eens gewoon wat je weet. Oké, dus hebben we een pen, de punt aan, knop. Pijlen en woorden erbij maakt het allemaal veel duidelijker. Dus dan hoeven die tekeningen hoeven niet mooi te zijn. Knop, misschien gaat die knop wel op en neer. Huppakee. Wat weten we nog meer? Er zijn ook van die pennen die moet je draaien. Er zit zo'n ding in. Dus dan heb je zo, die moet dan die kant op. En die moet dan die kant op. Draai. Puntje eraan. Soms als je even door de ideeën heen bent, dan kun je gewoon even een tekening een beetje uitbreiden. Zo. Huppakee. Maar je hebt ook al van die pennen volgens mij, daar zit zo'n, daar zit hier aan de zijkant zo'n sleuf met een knopje erin. Die heb je wel eens van die pennen die verschillende kleuren hebben. Dan heb je zo'n hele reeks sleufjes in de zijkant. Die gaan, schuifknop is dat. Schuif. Oké, dus we hebben knop, we hebben schuif, we hebben draai. Misschien kan ik ook wel een ander soort draaien, dus dat je een pen hebt. Hoeft niet altijd het hele product te tekenen, ik teken hier gewoon het uiteinde. Misschien zit hier wel een soort ronde knop die je zo moet draaien. Draai. Oké, nou, dan ben ik nu een beetje door mijn ideeën heen. Stel de wekker gaat. En je geeft dit nu door aan de volgende. Het idee is dat je een beetje doorassocieert op elkaar. Dus bijvoorbeeld, we hebben knopjes. En hier zit een knopje aan de zijkant. Oh, misschien kan ik ook wel een knopje aan de zijkant doen hier. Kan ik gewoon de tekening van iemand anders aanpassen. Dat gaat, als je fysiek aan het HKJ'en bent, gaat dat echt. Nu we het op afstand moeten doen, zul je de tekening van de ander even een beetje na moeten tekenen. Maar misschien zit hier wel een knop. Hé, wacht eens even. Tekenen en vasthouden doe je aan twee kanten. Dus misschien is het wel, heb je misschien wel een pen met een punt waar je dan aan twee kanten een knop hebt. Met even een vinger erbij tekenen. Nagel. Ik ben heel slecht in mensen tekenen. Nee, nog een vinger. Whatever. Zo. Huppakee. Misschien hoef je dan, dan hoef je dezelfde grip als tijdens het tekenen of tijdens het schrijven. Je kunt dat soort voor- en nadelen kun je er een beetje bij zetten. Dat is ook iets dat je, als je door je ideeën heen bent, dan kun je ook een klein beetje erbij gaan zetten wat ze leuk maakt. Probeer alleen wel de kritiek een beetje uit te zetten. Alle ideeën zijn goed, dus probeer op te schrijven wat er leuk aan is. Dus misschien is dit wel, weet ik veel, dit kan lekker voelen als dit goed klikt. Ik verzin maar even iets. Iets willekeurigs. Ja, het hoeft ook niet zeker te weten. Je kunt ook dingen die je nog afvraagt erbij zetten. Eigenlijk moet je alles wat in je opkomt, kun je tekenen, schrijven, met pijltjes aangeven bij zo'n hoe kun je sessie. Nou, misschien gaat hij nu nog een keertje door naar de volgende persoon. En die kan misschien niet meer nieuwe type knopjes verzinnen.
Maar die denkt misschien alleen maar, hey, dat draaien, dat voelt, ja, dat kan een beetje klikken als je zo klik, klak, zo'n pen draait. Dus als je daar een beetje over nadenkt, heb je dan twee standen? Of heb je misschien hoeveel standen? En hoef je niet eens een idee te hebben van, nou, twee is goed of drie is goed, maar je kunt ook een soort open vraag verzinnen voor later om uit te werken. En als dat draait, misschien hoeft het dan wel niet rond te zijn. Misschien kan het dan wel als je een pen hebt die een driehoek heeft. Dan kun je altijd goed zien in welke stand die staat. Handig. En dan welke vorm moet dat hebben? Ja, als je dan een driehoek hebt, dan ziet dat er zo uit. Misschien kan het ook wel een vierkant zijn. Of misschien kan het wel een soort platte vlakken zijn. Dat het een platte plaat wordt als die in één stand staat en dat het een soort kruisje wordt in een andere staat. Geen idee of dat nuttig is. Het ligt een beetje aan het ontwerpproject wat je aan het doen bent. Maar zo zie je dus dat je A, voor de hand liggende ideeën mag tekenen. Juist graag. Dump alle voor de hand liggende dingen die in je opkomen op papier. Pas elkaars ideeën aan, ook al weet je nog niet zo goed of het een goed idee is om die knop van de achterkant naar de zijkant te zetten. Want doordat ik dit deed, wat los een beetje een raar idee is, kwam ik, of misschien de volgende persoon die mijn tekening zag en doorassocieert, op dit idee, waar misschien wel wat in zit. Dat je tijdens het beethouden misschien kunt schakelen van de ene naar de andere kleur, weet ik veel. Dat je niet hem in een andere positie moet gaan doen. Dat zou misschien wel een leuk idee zijn. En je zag ook, naast het doorassociëren, dat je vragen, voordelen en opmerkingen erbij kan zetten. En dat kunnen ook gewoon vragen zijn van, hey, hoe zou je dat allemaal kunnen variëren? Op welke manieren kan dat allemaal? Dus, wees niet bang voor de hand liggend. Maak lelijke halve tekeningetjes. Zet er pijlen bij. Gebruik woorden om aan te geven wat precies de bedoeling is. Probeer daar een beetje losjes mee om te gaan. En als je niet iets nieuws kan verzinnen, ga gewoon variaties op het idee van een vorig iemand tekenen. Pas de maten aan, pas de verhoudingen aan, pas het aantal knoppen aan. Of als je bevestiging aan het ontwerpen bent, kun je, hè, hier zou je het aantal piefjes kunnen gaan variëren of het aantal van deze dingen. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Hoe zou dat er allemaal uit kunnen zien, het bedienen van een schakeling? Dus dat is een beetje het idee van HKJ'en. Je begint gewoon en je probeert op elkaars ideeën door te gaan. Meer is belangrijker dan goed. De ervaring leert bij dit soort processen hoe meer ideeën je dumpt, hoe meer kans je hebt om een beetje op elkaar door te variëren en door te associëren. En dan komt er soms toch nog iets heel verrassends uit een in eerste instantie heel suf, voor de hand liggend idee. Dus teken alles wat in je opkomt. Wees niet bang voor lelijke tekeningetjes. Schrijf erbij. Teken er pijlen bij. En probeer vooral gewoon heel veel te produceren. En dan kun je, als je klaar bent met die hele HKJ-sessie, dan kun je gaan met een kritische blik gaan kijken. Nou, wat zijn nou de goede ideeën? Waar steken we nog wat meer tijd in? En welke dingen waren er super grappig, maar hebben we misschien wat minder aan? Eerst maar eens heel veel productie draaien. Dat is het doel van een goede HKJ-sessie.